zeg dan iets heel anders. De Tasking World, dat is oude soul. Dus dat, nou, zo is het ja. Juist ook wel leuk om te zien. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe staat het leven? Ja, goed, ik ben al een beetje toe aan het leven naar het volgende deel van South by Southwest, het muziekgedeelte. 1500 bandjes die er aankomen en wat ik dan moet gaan zien en wat wij moeten gaan zien. En dan is Interactive nog bezig. Ja, want je hebt nog een volle dag. Nog een volle dag, ja absoluut. Straks ook wel een muziekgerelateerde sessie bekijken over de Music Fund, een nieuw initiatief om in artiesten te investeren. Dus ook daar begint muziek al wel een beetje. Hey Michiel. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Wat heb je gisteren gedaan? Ik heb gisteren iets bijgewoond over Bionics. Mensen met nieuwe technobenen, zou ik maar zeggen. Wat vrij goed was. En samen met heer Berger daar heb ik een sessie bijgewoond over The Future of Bread. Dat klinkt heel raar, het was ook een beetje raar. Het is wel bloedserieus. Van Nathan Meervold, die ooit CTO van Microsoft was. En met zijn vele geld rare dingen doet. Rare, serieuze dingen. Heeft ook een encyclopedisch werk over koken geproduceerd. Modernist cuisine, dat ik heb. En deze keer ging het over, heeft nu een encyclopedie over brood gemaakt. Wat, hij heeft het over bread is under threat. Maar ik snap echt eerlijk gezegd helemaal niet wat nou tech met brood te maken heeft. Goeie vraag. Nou, hij heeft van dat koken al eerder, van de modernist cuisine en nu ook met het brood, een volkomen technische benadering. Hij probeert het helemaal te ontleden tot wat het is, wat het doet, hoe het biochemisch, natuurkundig enzovoort werkt. En heeft ook met zijn vele geld bouwt hij laboratoria waar dan honderden soorten brood worden ontleed, gebouwd enzovoort. Interessant. Ja, dat was echt zeer interessant. En freaky, een giechelende, wat dikkere man, die daar vol passie over vertelt. Fascinerend. Ja, maar het viel mij ook zelf al op, dat voedsel is natuurlijk ook gewoon een thema hier geweest. Wij waren samen, Michiel, bij een sessie over wijn. Ja, dat was heel erg leuk. Hoe technologie wijn verandert. En dat gaat op heel veel gebieden. Bij het wijn maken zelf. Dat is een voorbeeld van een mevrouw van een wijnmaker uit het Napa Valley. Die, kijk, dat is wel mooi om te zien hoor. Die hebben in hun wijnmaker bij de tanks, hebben ze dus de live data, die wordt daarboven geprojecteerd. Dus mensen die dus die wijn maken, die zien dat permanent. Het systeem weet ook wie er voor welke tank staat. En er wordt relevante data wordt geplot over de hoe warm het is in die tank, op welke plekken. Dus wat ze dan krijgen is heel goede data. En wat ze dan vervolgens daarmee doen is, dan moeten we dus even roeren. Dus dat is dan wel weer heel erg leuk, low-tech. Ja, maar eigenlijk gebruiken ze die technologie en sensoren gewoon om dat proces te optimaliseren. Dat is wat het is. Ja, precies. En ze hebben ook daadwerkelijk machine learning in gebruik om foutjes eruit te halen vooral. Ze weet niet zeker of de wijn nou beter is geworden, maar ze weet wel zeker dat ze veel minder weg hoeft te gooien. Omdat het gewoon niet meer misgaat. Zie je dat nou in het algemeen, dat al die toepassingen waar we in eerste instantie hier altijd over de technologie praten, op een gegeven moment gewoon in een sector gebruikt worden om processen te optimaliseren of nieuwe dingen te doen? Ja, dat denk ik wel. De technologie hier ook, het uiteindelijk zegt zegt ze ook waar de wijnmakers het meest aan hebben is Instagram momenteel. Want daarmee halen ze de middleman weg. En dat maakt hun leven veel beter ineens. Dus ja, de tech zit op vreemde plaatsen soms. Ja. Nou, Erwin, van jou weet ik niet of jij heel erg in voedsel geïnteresseerd bent. Of heb je gisteren ook je verdiept in... In principe niet, maar daarvoor dacht ik, laat ik eens... Ik wil erop wijzen dat toen wij hier voor het eerst boodschappen gingen doen, toen we net aankwamen, dan zijn er dus mensen, een Blom, die zegt dan, nou we zijn hier een dag of zeven, dus dan kopen we drie broden. Aan het begin. Aan het begin.
Dan hebben we voor de hele week brood. Ja, dan zeg jij, dan wil ik vers brood. En dat haal jij dan. En dat haal jij dan vervolgens niet. Dat is ook waar. Dat is ook waar. Dat klopt. En wat is het gevolg? Nou, dat er nu geen brood is. Maar je had oud brood kunnen eten en nu is er geen brood. Nee, ik ben ook bij een sessie geweest die over voedsel ging. En de titel was Changing the World One Meal at a Time. Was eerlijk gezegd helemaal niet technisch. Maar ja, vanuit het idee, er zit hier gewoon een heel belangrijke sociale component in dat evenement. En dat nou eenmaal de basisbehoefte van de mens goed eten is. Dus het waren twee koks die heel erg bezig waren met hoe kun je goedkoop... Goed eten verzorgen aan in arme wijken. Nee, wat jullie vandaag gaan doen, dat geloof ik wel, dat horen we morgenochtend. Tot slot, het valt mij eigenlijk op dat dit jaar ongelooflijk gaat over zachte onderwerpen. Over ethiek, over politiek, over nepnieuws, over diversity, inclusion. Ja. Wat is er aan de hand? Moet ik zeggen, ik zit zelf niet zo heel erg in dat soort dingen. Maar volgens mij is het een reflectie op de toestand van deze maatschappij. Waar hevige debatten plaatsvinden, in hoge mate getriggerd door het huidige bewind. Maar dan ook even als voorbeeld. Wij waren gisteravond bij een documentaire over alt-right. En het viel mij op, ik vond het bij vlagen beangstigend, dat bij allerlei scènes in die documentaire, waar je meningen over kwam hebben, er kwamen mensen in beeld die heel erg in de slag zijn. En dan zaten links en rechts mensen te applaudisseren, te joelen. Ik vond het, toch, wij keken elkaar aan. Ik dacht op een gegeven moment, what the fuck, waar ben ik beland? Ja. Ik dacht echt, van hier gaat de stemming straks in de neus ook heel heftig worden. Terwijl het was gewoon een documentaire over een politieke beweging waar je wat van kan vinden. Het was vrij heftig, maar het maakt nogal wat los. En dat zie je op verschillende plekken. Ja, en Erwin, wat mij ook heel erg opviel, is dat de grote techbedrijven enorm de maat genomen wordt over de maatschappelijke consequenties van wat ze doen. Dat is ook wel vrij nieuw, hè? Dat is heel, heel erg nieuw, inderdaad. Ik heb meerdere sessies gehad waar tekeer wordt, waar mensen zeggen dat het hele winner-takes-all principe is. En in het algemeen een slecht principe. Er zijn nog maar 5 bedrijven die echt profiteren van de vooruitgang. En belangrijke lijn is hier, we moeten ervoor zorgen dat we met z'n allen als wereld er beter van worden. En niet een beperkt aantal partijen.